Ik heb voor jullie weer een super vette video. We gaan het namelijk hebben over concepten. Ik heb misschien wel de beste concepten die ik ooit heb gehad in die conceptenvideo. Dus blijf sowieso kijken. Als je deze video nieuw super tof vindt, drop even een like. Abonneer op de filmgraad met een belletje aan. En gebruik als support de creator code veelvraagd in de itemshop. En wat je ook even snel kan doen dan, is naar shop.veelvraag.nl gaan voor onze Kingsday merchandise, Koningsdags merchandise. En we hebben namelijk hele vette oranje t-shirtjes met TVG logo en een kroontje. Check het eventjes, shop.veelvraag.nl. Als je voor 21 april besteld, heb je hem sowieso op tijd binnen voor Koningsdag. Laten we gaan beginnen met deze video. Je ziet hier een heel erg vet idee. En het idee is namelijk voor een nieuw wapen. Namelijk de Suppressed Auto Shotgun. De Suppressed Auto Shotgun is een soort van tech shotgun. Dus hij kan snel schieten. Maar er zit een suppressor op, waardoor je hem niet goed hoort. We hebben natuurlijk al meerdere suppressed wapens in de game. Zoals de Suppressed Sniper, de Suppressed AR of de Suppressed Pistol, Suppressed SMG. We hebben ze allemaal. Maar we hebben nog geen Suppressed Shotgun. Dus dit zou een hele mooie variant zijn. Je ziet hier ook dat die fire rate heeft van 0,6 seconden. Dus dat is best wel heel erg snel. Doet zo'n 60 tot 70 damage. Hij is te vinden in Rare, Epic en Legendary. Het is gewoon een vet idee. Het is een heel vet idee om zo'n wapen toe te voegen. En wie weet, gaan we dit wel krijgen? Het zou mij letterlijk niks verbazen. Gaan we door naar het volgende idee. En dit is een map concept. Het idee is namelijk dat de boel gaat overstromen. En het komt natuurlijk omdat hier bij Greasy Grove natuurlijk bevroren is. Maar het gaat ooit een keertje natuurlijk ontdooien. Dus dat moet er al zo uitkomen te zien dat we echt een dik meer krijgen. En dat er ook een gedeelte van Dusty in, onder water komt te staan. Maar ook dat we dus hier gewoon een verlengste krijgen van water. Dat we een soort van onderwater battles gaan krijgen. Wat we natuurlijk ook al zeiden dat ze misschien zou gaan gebeuren dit seizoen. Maar dat is uiteindelijk niet uitgekomen. Maar misschien is dat voor volgend seizoen wel heel dik. En dan is dit een heel erg goed idee. Laten we doorgaan naar het volgende. En dit is de Fortnite Ghoul Pack. En je hebt natuurlijk de Ghoul Trooper. Super rare. Ik ben wel bang dat die in 2019, ja, met Halloween in oktober daaraan gaat. Maar sowieso een heel erg vet idee. Voornamelijk die wrap vind ik heel vet. En die backblink, dat shieldje, is ook heel erg vet. Gaan we door naar het volgende. En deze vind ik echt heel erg vet. Het idee is namelijk dat we met z'n allen massaal het ijs kunnen gaan breken. Net als dat we natuurlijk de dig sites hadden, dus de opgravingen waar we met z'n allen konden gaan graven, moeten we ook het ijs kunnen breken in Greasy Grove. En het komt er dan zo uit te zien. Het heeft maar liefst 10 miljard HP. Natuurlijk superveel. Maar op zich vind ik het wel heel erg grappig als we dit zouden kunnen doen. Zo'n enorm groot project waarbij we het ijs kunnen gaan breken met z'n allen. En waardoor we Greasy Grove langzamerhand weer vrijmaken van ijs. Want ik denk dat iedereen Greasy Grove wel terug wil hebben. Zet even de reacties neer als je Greasy Grove terug wil hebben. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar dit vind ik dus een heel erg grappig idee. Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Ik denk zelf nog steeds dat het gaat smelten. Maar het idee is super leuk. Laten we doorgaan naar het volgende idee. En dit idee is ook super lijp. Het is namelijk dat je dus je skin kan aanpassen in de game, in Playground, als je op zo'n plek gaat staan zoals je hier ziet. Natuurlijk is dit een baller spawner, zo'n plek waar je de baller waar de baller kan spannen. Maar het idee is dus dat we zo soortgelijk iets krijgen. Maar dan als we daarop gaan staan in Playground, dat we dus live onze skin kunnen aanpassen. Dat we die ook echt daarna meteen in de game kunnen checken hoe die er ook van achteruit ziet. Natuurlijk kan je dit ook voordat je in de game zit, kan je dit checken. Maar het is misschien leuker als je dit ook echt in de game kan doen. Dus het is een heel erg vet idee. En wie weet gaan we dit wel krijgen. Het zal mij niks verbazen als we zoiets ooit zullen gaan krijgen in de game. Gaan we door naar het volgende idee. En dit is de Golden Knight. De Golden Knight is een variant dus op de Black Knight, op de Red Knight, noem maar op. Maar dan de Golden Knight. Ik vind het idee heel erg vet. En die backbling die zit er al in volgens mij. Maar de skin zelf is heel erg leuk bedacht. Het zal mij niks verbazen als dit gaat komen. Eigenlijk hoort deze skin dan in seizoen 2. Maar ja, seizoen 2 is al heel lang geleden afgelopen. Voor degene die weten, seizoen 2 had het thema van ridders en zo. Dus daar had hij heel erg goed ingepast. Misschien dat we nog ooit een extra variant krijgen. Misschien dat seizoen 12 daar mooi voor is. Want dan zijn we 10 seizoenen verder na seizoen 2 natuurlijk. Misschien dat we dan wel weer ridders gaan krijgen. En dan zou zo'n skin perfect voor zijn. Gaan we door naar het volgende. En deze is ook super vet. Namelijk de Twitch
Prime Exclusive Pack 3. Want we zitten al heel erg lang te wachten op Twitch Prime, op een Twitch Prime Pack. We hebben er al twee gehad, maar er is nog een derde gekomen. En dat is volgens mij de laatste keer in seizoen 4, volgens mij. Dus deze mag ook wel komen. En zo zou hij er dan uit moeten zien. Zo ziet hij er dan uit als je hem op wapen zet. Want je krijgt dan, even kijken, je krijgt niet per se een, je krijgt wel een wrap. Hier zie je dat. En het kan er bijvoorbeeld dan zo uitkomen te zien. Dus zo ziet de wrap er dan uit. Heel erg vet. En het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Al helemaal als je dus een Twitch Prime gebruiker bent. Dan is dit een heel erg vet idee. Gaan we door naar het volgende. En dat is een super vet iets. Namelijk in Leaky Lake wilde ik zeggen. In Loot Lake hebben we natuurlijk die rune dingen staan. Wat is het? De ruïnes van de rune. Hey, snap je het? Rune, ruïnes. De ruïnes van de rune. En die ruïnes, of die rune, die moeten een extra functie krijgen in de game. En iemand had bedacht, wat nou als je hem kan activeren, zo'n rune, en als je dat bijstaat binnen een bepaald gebied, dan krijg je gewoon 2 shield per seconde. En dat voor 25 seconden lang. Dus dat is 25 keer 2 is 50 shield in totaal. Dus als je binnen 1 vierkantje staat, dan lukt dat. Maar het enige grote nadeel is dat er een hele grote beam de lucht in gaat. Dat zie je hier ook. Waardoor iedereen weet dat die geactiveerd is. Maar het is sowieso een heel erg vet idee. En ik zou hem heel erg graag willen zien, zoiets. Alleen denk ik dat dit gaat al iets anders gaat worden. Dat dit voor iets anders gebruikt gaat worden. Namelijk, de rune zit waarschijnlijk in zo deze ruïne. Ruïne. Wow, al die woorden. Maar sowieso wel een heel erg leuk idee. Gaan we door naar het volgende idee. En het volgende idee is Steamworks. Dit is misschien wel een van de vetste skin concepten die ik ooit heb gezien. Moet je kijken hoe vet dit gedesigned is. Het ziet eruit alsof het getekend is. Ik denk ook dat het getekend is. Je ziet een mannetje met 1 bionische arm. Dat is zijn linkerarm. En zijn rechterarm heeft hij nog gewoon. Waarschijnlijk is hij zijn linkerarm gewoon ooit een keer verloren. Maar het ziet er zo vet uit. Deze skin is echt super badass. Hij zou dan ook 1200 V-Bucks moeten kosten. En hij ziet er heel erg vet uit. Ook zijn backbling, de Refined Wings, zijn heel erg vet. En Wings zijn sowieso vet. Ik hou van Wings als backbling. Gaan we door naar de volgende. En dit is een letterlijk de Battle Pass wordt al gereworked. Dus letterlijk opnieuw gemaakt, vernieuwd en met een nieuw jasje gestoken. Iemand vond namelijk dat de Battle Pass, het design van de Battle Pass niet meer paste bij de huidige design van Fortnite. Dus die heeft ervoor gekozen om hem een keer helemaal te redesignen. En dat kwam er dan zo uit te zien. Ik vind het een beter design. En het zal mij ook werkelijk waar niks verbazen als het ook echt gaat gebeuren. Of ook echt dat het er ook echt zo uit komt te zien. Want dit past gewoon veel beter dan het huidige design. Gaan we door naar het volgende concept. Oké, ik moest er eventjes een onserieus conceptje in doen. Dit is namelijk een onserieus conceptje, onserieus idee. Namelijk, iemand had bedacht dat je dus dingen aan en uit moet kunnen zetten, zoals bugs en dingen. Bijvoorbeeld hier, ghost shots, dat is een bug, dat die shots niet registreert. Die bug moet je uit kunnen zetten. Of invisible traps, trouwens die bug is volgens mij gefixt. Maar die moet je dus ook uit kunnen zetten. Shutter high ping moet je ook uit kunnen zetten. En dubbel pump moet je dan vervolgens weer aan kunnen zetten, dus dat je dubbel pump kan gebruiken. Die opties moet je gewoon letterlijk krijgen in je settings. Dat is natuurlijk een grapje, jongens. Dit moet er natuurlijk nooit inkomen. Maar het idee is wel heel erg leuk. Dat je dus bijvoorbeeld dingen aan zou kunnen zetten in Playgrounds bijvoorbeeld. Dat je dubbel pump aan kan zetten in Playground of in Creative. Dat is misschien wel heel erg leuk. Maar in een normale game moeten we dit natuurlijk never nooit gaan doen. Dan gaan we door naar het ene laatste idee wat ik heb. En dat is namelijk de Reactive Backbling. De Reactive Backbling is een backbling die zodra je materials bij elkaar verzameld, dan komt die automatisch in je rugzak te zitten. Het is een blauwe rugzak en alles, materialen die vliegen zo, woop, allemaal in je rugzak. En het is gewoon eigenlijk een leuke animatie. That's it. Laten we doorgaan naar de allerlaatste idee. Het allerlaatste idee is eigenlijk een heel erg simpel idee. Het idee is letterlijk dat we de Poison Dart Trap, dat die blauw wordt zodra die van jou is. Dat hebben we natuurlijk ook bij de normale Spiky Traps. Die zijn blauw als je die van jou van een friendly is. Maar als die van een enemy is, dan is die de normale kleur. Zo kan je ze in ieder geval uit elkaar houden. En dat maakt het wel een stuk makkelijker. Want dat is een beetje raar dat we dat bij Spiky Traps wel hebben, maar bij deze trap niet.
Dus Epic Games, als je kijkt, dit is gewoon een goed idee. Dit moet gewoon komen. Ik verwacht ook wel dat het zeer binnenkort gaat komen. Waarom het in de eerste instantie nog niet toegevoegd is, dat weet ik niet helemaal. Maar dat het gaat komen, dat weet ik vrijwel zeker. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vonden jullie deze video nou super tof? Drop dan even een like. Abonneer op veel graag met dat belletje aan. Dan ben je namelijk altijd op de date van al onze video's, van alles wat er gaat gebeuren. Want het einde van seizoen 8 nadert al bijna, jongens. Dus hou dat in het achterhoofd. Check ook even shop.veelvraag.nl voor die Kingsdale merchandise. En gebruik onze supporter creator code teveelvraag in de Fortnite item shop. Zou ik super vet vinden als je dat doet. En als je een foto ervan maakt, van dat je hem gebruikt en die dan volgens opstuurt naar of onze Instagram of onze Twitter @teveelvraag, dan is er een kans dat jij in een video van ons komt. Dus doe dat sowieso eventjes. Dames en heren, nogmaals, dit was het einde. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!